Dames en heren, van harte welkom bij de les van de heer Diefkovic. Voordat we beginnen, wil ik eerst even de ochtendspreuk doen. Want ik weet dat jullie een aantal van jullie dat heel erg hebben gemist in de loop der dagen. En hoe we dat gaan doen is met behulp van een prachtig geanimeerd foto-evenement, om het maar zo te zeggen. Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven. Gaan we even kijken. Dames en heren, bent u er klaar voor? 3, glimlach. 2, 1. Ik zie rond in de wereld, waarin de zon haar licht zendt, waarin de sterren fonkelen, waarin de stenen rusten, de planten levend groeien, de dieren voelend leven, waarin de mens bezield, de geest een woning geeft. Ik schuil diep in mijn ziel, die binnen in mij leeft. De Godesgeest, hij weeft in zon en ziel licht, in wereldruimte buiten, in zielendiepte binnen. Tot uw o Godesgeest wil ik mij vragend wenden. dat in mijn kracht en zegen voor leren en voor arbeid. tot wasdom mogen komen. Dank jullie wel, dames en heren. We gaan uh, nu rustig beginnen. Er komen een aantal zaken voor in de presentatie. De belangrijkste zaken die moet je voor jezelf noteren. Dat kan je gewoon doen via een Word-bestand. Maar zorg ervoor, zodra het moment komt van: hey jongens. Nu gaan we beginnen met noteren dat je de belangrijkste zaken noteert. Dat ik in ieder geval zeg, sommige dingen zullen ook gewoon bij de presentatie staan. Dus let daarop. We gaan nu wel even beginnen met een introductie. Dan weet je wat we gaan behandelen. De introductie die hoef je niet voor jezelf te noteren. Het is met name gewoon even goed luisteren. Want als het goed is, hebben jullie drie zaken al besproken. Met mevrouw Boers. Hoofdstuk 1 ging over de schepping van de aarde, oftewel. Ik noem het de leeftijd van de aarde, van hoe is die ontstaan, hoe oud is de aarde, welke theorieën zijn er, et cetera. Het tweede hoofdstuk ging over de ontwikkeling van de aarde, de diverse tijdperken die verzonnen zijn, de precambrium, nou niet verzonnen bedacht kan ik beter zeggen, uh, de precambrium ontstaan van de aarde, en langzaam maar zeker de ontwikkeling van de aarde met betrekking tot de grote insecten, de dinosaurussen en uiteindelijk de mens. En als laatste de bewegingen van de aarde, oftewel platentectoniek. Hoe beweegt de aarde? Welke kanten kunnen platen allemaal op? Waar we het nu over gaan hebben, zijn de gevolgen van deze plaatbewegingen. Want wij als mens, als de aarde beweegt, dan gebeurt er wat, oftewel A en dan B. Wij kunnen dit ook gewoon zien door een bepaald aantal fenomenen dat er op aarde gebeuren. De allereerste is namelijk dat door het bewegen van platen er gebergten ontstaan. En die prachtige bergen die zijn in principe bijna overal te vinden. De tweede is, tijdens het bewegen van aardplaten kunnen er ook aardbevingen ontstaan. En aardbevingen zijn in het algemeen niet zo prettig. Maar soms merk je er ook geen zak van op, want eigenlijk zijn er constant aardbevingen op aarde. De derde, vulkanen. Door het bewegen van platen kan magma natuurlijk loskomen als lava en dan krijg je een, ja, een situatie. En niet te vergeten, de tsunamis die ontstaan door heftige aardbevingen of aardbewegingen, waardoor er een gigantische golf wordt gecreëerd. Wij gaan het vandaag hebben, dus dit hoort nog bij de intro: over gebergten. Prachtige dingen kunnen heel hoog zijn, kunnen ook best wel klein zijn. Maar ze zijn er. Om even een voorbeeld te geven van de hoogste berg ter wereld: de Mount Everest ligt ergens in Nepal, Himalaya's. De Eiffeltoren kan je daar helemaal onder zien. Daarna een torentje in Dubai. En vervolgens dat gigantische ding. Hij is uh, best flink. En eigenlijk hebben mensen niet zozeer last van bergen. Tenzij er eentje langzaam maar zeker besluit om allerlei gesteenten naar beneden te gooien vanwege wind, etc. Maar uh, meestal zijn ze niet zo duidelijk. Totdat de mens besloot daarop te gaan klimmen. Zeer handig. Wat is er nou allemaal gebeurd? Hier heb je een prachtige kaartje. Het heet ook De Deaths of Everest. Dus dat belooft ook niet heel veel positiefs. Daar kan je allemaal kampen zien. Dus bijvoorbeeld Basecamp helemaal onderaan. Kamp 1 erboven. Kamp 2. Dat is een beetje de route dat mensen volgen. En je kan dus ook aan de hand van de zwarte en rode blokjes zien. hoeveel mensen daar dus zijn overleden. De rode blokjes zijn in principe mensen die daar eigenlijk gewoon werken. om die route te begeleiden. Ja, dat gaat ook niet zo denderend. En de zwarte zijn in principe. Ja, echt mensen die op verkenning gaan om uh, ja, zo'n berg te beklimmen. En helemaal bovenaan zie je uh, flink wat uh, ja, blokjes. Dat is, oftewel ook wel de death Zone. Dat is uh, ja, een bijzonder naam. Maar gebergte. Uh, die kunnen dus ook redelijk gevaarlijk zijn mochten we besluiten om erop te gaan klimmen. Maar het zijn ook wel echt wonderlijke plaatsen waar van alles te beleven is. En eigenlijk best wel een hele mooie beeldschets van de aarde. En daar gaan we het dus vandaag ook over hebben. Dus dit is eigenlijk een beetje het moment waar de aantekeningen echt beginnen. We gaan het hebben vandaag over gebergtevorming. En dat is dan de vierde hoofdstuk die wij gaan behandelen. Wat komt er namelijk in voor? De, de eerste. Is dat je moet weten dat er twee belangrijke soorten krachten zijn? Oftewel twee belangrijke begrippen. De eerste begrip is het begrip endogeen. Endogene krachten zijn alle krachten die van binnenin de aarde ontstaan. Hierbij kan je dus denken aan aardbevingen, aan vulkanen, aan het bewegen van magma. Het zijn allemaal krachten die de aarde van binnenuit ontstaan. Opbouwen. Dus het creëert de aarde van binnen. Dus je kan je voorstellen: een berg ontstaat doordat twee platen tegen elkaar aankomen. Dat is een voorbeeld van endogene krachten. Maar behalve endogene krachten is er nog eentje. En dat noemen wij exogene krachten. Exogene krachten zijn alle krachten die de aarde van buiten afbreken. Tornado's, orkanen. Zandstormen. Allemaal krachten die de aarde van buiten kunnen afbreken. Zie daar, een tornado. Waarom is dit zo van belang? Dit komt omdat bergen met beide krachten te maken hebben. Want als je er echt over nadenkt, een berg ontstaat dankzij plaatbewegingen. Dus twee platen tegen elkaar aankomen. Maar zo'n berg, als die er eenmaal is, krijgt behoorlijk wat wind, ijs. Regen op zich af, waardoor die langzaam maar zeker afbreekt. Dus een berg krijgt te maken met zowel endogene krachten als exogene krachten. Een berg ontstaat door endogene krachten en een berg wordt kapot gemaakt door de exogene krachten. Maar, als je gaat nadenken, wat in de naam der goden is in godsnaams een berg? En soms moet je daar ook niet zo moeilijk over doen. Want als ik een hoog stuk land zie en het is echt reet hoog, dan weet ik bij mezelf: "Jo, ik denk dat dat gewoon een berg is." En als ik er een hoop van zie, dan is het waarschijnlijk een gebergte. Een gebergte is in principe niks anders dan een verzameling aan één gesloten bergen. En een berg is niks anders dan hoge grond. Dus als je meerdere plaatsen hebt Waar er dus hoge grond te vinden is, oftewel bergen, dan noem je dat een gebergte. Een reeks van bergen, een reeks van hoge grond. Nu dat dit een beetje duidelijk is, gaan we kijken naar het volgende gedeelte. En dat heeft namelijk te maken met de plaatbewegingen. Zoals jullie weten, heeft mevrouw Boers uh, aan jullie verteld dat platen drie kanten op kunnen gaan: naar elkaar toe, uh, van elkaar af. En langs elkaar, maar voor het maken van gebergten gaan we met name kijken naar twee vormen van plaatbewegingen. En de allereerste heeft namelijk te maken met wat je hier ziet. Uh, niet deze, maar deze juist. Uh, wat je ziet is dat twee platen naar elkaar toe gaan. De plaat zelf die duikt onder, maar je ziet dat er boven de korst, oftewel het gesteente, langzaam maar zeker aan het opbouwen is. En terwijl het zo naar elkaar toe aan het gaan is, wordt het gesteente fijn gedrukt. Het wordt steeds hoger en krijg je in principe een gebergte. Dit soort gebergte krijg je dus doordat twee platen naar elkaar toe gaan en dat wordt ook wel een convergente beweging genoemd. De meeste bergen op onze planeet, dus ook hele hoge zoals de Himalaya, de Alpen, die ontstaan door convergente bewegingen. Dat zijn bewegingen van platen die naar elkaar toe gaan. En dat zie je dus ook heel mooi afgebeeld op het plaatje. Wat ik wel even wil, dat je ook wel even goed onthoudt, dit gebeurt niet binnen een paar jaar. Dit kost echt miljoenen jaren om een gebergte te krijgen. Mocht je een voorbeeld ervan willen zien, er staat een link in zowel Magister als YouTube naar plooiingsgebergten. Dat zijn namelijk zulke gebergten en dan kan je ook een beetje een beeld krijgen van hoe dat dus ontstaat. Maar, je hoort het al... Dit zijn dus plooingsgebergten. Vandaar dat ik ook aan jullie wil vragen om het volgende goed te onthouden. Als dus twee platen naar elkaar toe gaan, dan krijg je namelijk de belangrijkste soort gebergten, plooingsgebergten. Dat zijn dus gebergten wanneer twee platen otsen door convergente bewegingen. Dan wordt de aardkorst geplooid, oftewel gekreukeld. Dit is de eerste manier hoe bergen in principe kunnen ontstaan. Behalve dit is er natuurlijk ook nog een manier hoe gebergten kunnen ontstaan, en dat is dus niet dat platen naar elkaar toe gaan, maar heel bijzonder juist, dat is dus platen die het elkaar gaan. Daarvoor gaan we dus even naar een filmpje kijken. Hier zie je het: je ziet hier de aardkorst. Doordat magma zich een weg naar boven probeert te werken. Het bovenste gedeelte, je ziet eigenlijk al een breuk ertussen, maar eigenlijk zat het dus vast. De magma, die creëert dus zoveel druk op de aardkorst dat het open begint te breken. En dan zie je dat het magma dat boven komt, dat koelt af. Het wordt gesteente. Je krijgt dus nieuwe vormen van land. En naarmate er dus steeds meer uitkomt en het steeds verder en verder afkoelt, dan krijg je dus. Als het ware nieuw land. Alleen het is behoorlijk hoog en uh, je krijgt zo dus gebergten. En die gebergten die zie je niet zo 1, 2, 3. Want de meeste van deze bergten die ontstaan, die vind je dus onder water. De enige plek waar je dit echt boven land kan zien is IJsland. Deze gebergten noemen wij breukgebergten. Dat zijn dus platen die uit elkaar bewegen. Magma komt eruit en dat magma dat verhardt wordt gesteente. En dan krijg je behoorlijke hoge punten en behoorlijke lage punten. Lage punten die echt kilometers. Diep kunnen zijn, maar ook hoogtepunten die echt kilometers hoog kunnen zijn, en daarmee bedoel ik echt 5-6 kilometer. En het is eigenlijk best wel bizar als je erover nadenkt dat er dus zulke gebergten te vinden zijn. Dus weten er bij twee soorten gebergten: plooiings en breuk. Wat je dus ook kan doen, is gebergten verdelen. Gebergtes kunnen namelijk verdeeld worden qua hoogte. Als het tussen de 0 en de 200 meter is, dan wordt het ook wel laagland genoemd. Er is amper hoogte. 200 tot 500 meter is heuvelland. Heuveltjes, denk maar bijvoorbeeld aan Limburg. 500 tot 500 meter is waar echte gebergten beginnen, oftewel de middelgebergten. Middelgebergten zijn bergen die hoog zijn, maar niet zo hoog, geen bomen kunnen groeien. Dus zijn heel mooi groen nog. En alles boven de 1500 meter noemen wij hoge bergen. Dat zijn van die hele mooie kale gebergten vol met sneeuw, vol met gesteente waar geen bomen kunnen groeien in principe omdat ze zo hoog zijn. Dus de verdeling van gebergten is eigenlijk heel duidelijk. Vanaf een middelgebergten heb je dus een gebergte en alles daaronder valt meer onder heuvels en laagland. Om jullie hierbij ook wat voorbeelden te geven, gaan we dus kijken naar de vier soorten classificaties. De allereerste, dus laagland, kan je heel erg denken aan Nederland. Weinig hoogteverschillen, maximaal 200 meter. De tweede, heuvelland, kan je denken aan Limburg. Vol met heuveltjes, maar niet al te hoog, max 500 meter. Middelgebergte, max. 1500 meter en je ziet dus dat er van die mooie bomen nog zijn omdat het net niet hoog genoeg is en alles daarboven dan bevind je in een hoogte waar dus geen bomen meer kunnen groeien en dan krijg je dus van die toppen vol met sneeuw. De reden dat deze twee gebergten in principe ook bestaan heeft te maken namelijk met waar wij het aan het begin over hebben gehad. De endogene en de exogene krachten. Vergeet niet dat endogene krachten de krachten van binnen bergen maken, dus de platen die tegen elkaar aankomen. Dan krijg je in principe een berg dat heel jong is. De Alpen de Himalaya, alle hele hoge bergen zijn nog jonge bergen. Ze zijn heel hoog, ze zijn heel stijl en ze hebben hele spitse toppen vol met sneeuw. Wat gebeurt er nou? Naarmate dus zo'n berg is ontstaan door endogene krachten, krijgt het te maken met exogene krachten, oftewel de omgeving. Denk maar aan regen, denk maar aan ijs, denk maar ook aan de wind. Dit zorgt ervoor dat de gebergte gaat afslijten, waardoor je... Niet meer van die mooie grote toppen, krijgt vol met sneeuw. Maar je krijgt dus een oud dat, dat heel vlak is, heel mooie ronde top. En bomen kunnen er nu groeien omdat de hoogte ook gedaald is. Alle bergen die ooit op onze planeet zijn ontstaan, die waren ooit dus een keer heel hoog. Dus zelfs ook de Ardennen. Maar in de loop der tijd zijn ze dus langzaam maar zeker. Die endogene krachten, zijn ze dus afgesleten. Wat je dus nog hebt, is dat wij in principe met de aantekeningen klaar zijn. Je gaat het volgende voor jezelf doen. Vooral omdat het ook gewoon even leuk is om thuis iets te kijken. Je gaat voor jezelf namelijk een documentaire kijken. En van dat documentaire komt er een klein verslagje. De documentaire waar je naar gaat kijken is Planet Earth Mountains. Dat gaat over gebergten. opdracht staat ook in Magister. Namelijk, je gaat... Documentaire kijken, je kijkt naar de aflevering over gebergten. Daarin gaan ze dus allerlei bergen en het leven bekijken. Want wat ik hiermee wil is dat behalve dat je nu hebt geleerd van hoe gebergten ontstaan en wat ermee gebeurt, is dat je ook een beetje gaat kijken naar wat er nou precies qua leven bij die gebergten te vinden is. Je schrijft voor jezelf, nadat je het hebt gezien, een recensie. Die ongeveer een kantje is en een recensie is in principe van wat gebeurt er in de film en wat vond jij ervan? De volgende zaken die moet je erin zetten: drie gebergtes, dus uh, die in de film voorkomen. Ze hebben het over meer dan drie, maar zorg ervoor dat je het voor jezelf voor drie houdt. Je gaat kijken wat zijn de belangrijkste kenmerken die opgenoemd zijn. Welke dieren hebben ze het over? En wat is nou het indruk dat het film op jou heeft gemaakt? Als laatste voor je zelf ook een mooie titel aan het verslag. Maar je zorgt er gewoon voor dat het ongeveer rond 1 naar 4 is. Dus als je de film aan het kijken bent, noteer even wat kleine eigenschappen voor jezelf. Zodra je dus die drie gebergtes hebt, dan ben je in principe klaar. Het belangrijkste dus. Van de les zijn twee dingen: je hebt nu uitleg gehad over wat bergen zijn, hoe ze ontstaan en wat er in de loop der jaren mee gebeurt. En nu ga je voor jezelf in principe een documentaire kijken over gebergtes, en daar schrijf je dus een korte recensie van.